Ja mensen, het is weer tijd voor een nieuwe unboxing van een Loot Gaming Crate. Of een Loot Crate Gaming, of I don't know. Het is in ieder geval van Loot Crate en het is Loot Gaming. En we kunnen al even kijken, we hadden natuurlijk de augustus editie van Loot Gaming. Was iets groter, maar dit is de september editie. Dat is natuurlijk altijd een ding, hè. Ze maken het thema bekend. En dan van die maand krijg je de maand erop. Dus dit is het nieuwste, deze is echt net binnen. En de maand oktober is trouwens ook alweer bekend. Daar is het thema van Rumble. Check even op Gamers.net, we hebben een nieuwtje. Er staat allemaal in welke thema's daarin zitten en welke games daar vooral in zitten. Maar dit thema was Battlegrounds, als ik het goed heb. En dat wou zeggen, er zat iets van Gears in, er zat iets van Fallout in, iets van Battlegrounds. Nog een andere game die ik even niet erbij kan halen. En de guys hebben boven hier in de studio hebben het al unboxed eigenlijk en weer terug erin gedaan. Ze hebben in ieder geval wel even gekeken van wat het was en zeiden het is super vet. En ik kreeg van andere mensen op Gamers.net ook al te horen dat het Gears ding echt super awesome is. Dus dat alle Gears fans nu jaloers zijn. En daar hoop ik vooral op. Dus without further ado, hij is al opengemaakt. Oh my god, is dit het vetste Fallout t-shirt ooit? Holy fuck! Wat vet! Al die Vault Boys erop. Al die kleine icoontjes. Wat gaaf, man. Er is zoveel te zien in deze, in dit t-shirt, in deze print. En je ziet zoals gewoonlijk weer, het is een Loot Crate exclusive. Daar zijn ze dan helemaal blij mee. En het is natuurlijk wel ook een Bethesda official, zeg maar. Dus echt super vet t-shirt. Mooi kleurtje blauw ook. Gamers in het blauw, witte print. Ik vind het helemaal mooi. Loot Gaming, we beginnen al mooi on point. Wat ik er nu meteen even uithaal is dit kleine ding, Capcom Dead Rising. Ze hebben al eerder dingen van Dead Rising in de Loot Gaming crates gehad en in de normale crate trouwens ook. Dat zijn natuurlijk weer allemaal van die super handige doosjes die ik niet open krijg. Ik ben wel benieuwd, want deze game moet dus ook nog uitkomen. Dus wat erin gaat zitten, dat is natuurlijk al sowieso een verrassing. Het voelt best wel zwaar. Is het slijpsteen of zo? Of wat gaat hierin zitten in godsnaam? Wacht, wat? Er staat al, okay, ik weet niet precies wat het is, maar er staat wel Frank West op. Natuurlijk weer de terugkerende protagonist is van Gears of War, of wat zeg ik, Dead Rising 4. Ik ga vooral die preview checken. Oh my god, het is zo'n tool! Oh my god, het is niet echt een Zwitser zakmes, maar het is echt een, I don't know, Amerikaans zakmes. Vijl, bieropener, tangetje, dit is denk ik, dit is een lampje, I guess? Ik weet niet hoe het aan zou moeten, maar... Holy shit, perfect voor in de zombie apocalypse. Je kunt hier gewoon alles mee. Ik mis nog iets erop. Er zit ook nog een... I don't know, een... Is dit een mesje of zo? Je kunt hier alles mee. En een schroevendraaier. Holy fuck, dit is best wel een vette tool. Je klikt hem ook gewoon zo weer. Oké, ik ben niet echt een handyman, dat zie je maar weer. Maar wel, het is serieus best wel handig, het voelt echt goed. We gaan hier zoveel mensen mee pijnigen en martelen op GNHQ. Ik weet het gewoon zeker. Ik zal het even een beetje opruimen hier. Wel echt super vet, ook met Frank West erop. Ik vind het nice. Dead Rising 1 was voor mij echt een fantastische game. En Dead Rising 4 komt Frank West weer terug. Dus fantastic. En niemand snapt waarom ik dat zei, behalve mensen die Dead Rising 1 hebben gespeeld. En het was awesome. Fantastic. Anyway, dit is iets van Battlezone. Het is van Loot Crate Battlezone. Het is echt die super retro game. Weet je wel, dat je met kleine tanks zo op elkaar moet schieten. Ik denk, god, het is de Atari. Wat is het, 8200 of zo? Echt, het staat erop. Oh ja, 1980 inderdaad. Dus het is wel even heel lang geleden. Jongens, reply even welke Atari Battlezone ook alweer op kan. Want het is echt alweer heel lang geleden. En hij komt nu uit de PlayStation VR. Battlezone VR. Het is wel een heel klein beetje anders, maar nog steeds super vet. Het zijn Battlezone shotglaasjes. Best wel chic gedaan. Dus je kunt nou gewoon shotten in je favoriete retro stijl, zou je kunnen zeggen. En het zijn dus ook niet één shotglaasjes, maar gewoon best wel netjes. Twee! Dus je kunt gewoon shotten met je vrienden. In retro stijl. Maar nu wordt het echt interessant. Want dit is namelijk het goodie merchandise dingetje van Gears of War 4. En voor de mensen die het weten, check vooral dus die review en video review en de benchmark video die hiervan live staat. En er komt ook nog een hele toffe retrospective aan van Gears of War 4. En oh god, het is, spoiler alert, het staat er gewoon al op. De Mark II Lancer zit erin. Ik ben heel benieuwd hoe die er dan uit gaat zien. Ik denk dat het is een kleine figurine. Klein stukje Lancer figurine. Wel voorzichtig mee zijn nu. Nice! Gewoon echt de oldschool Lancer uit de eerste twee delen. En dan moet ik even kijken, want er zit ook zo te zien een... Oké, wacht, we leggen deze even neer. Een standaardje bij. Zou ik mijn god niet weten hoe ik dat in elkaar moet zetten, zo'n standaardje.
Het is gewoon vouwen, I guess. Oh, wacht. Nee, ik weet het al. Dit is niet moeilijk. Dit doet me echt denken aan die Happy Meals pakketjes, terwijl je ook nog wel eens zo'n standaardje bij kreeg. En dan kunnen we, als het goed is, ik denk hier zo. Nice! Oké, ik denk dat dat toch definitief op mijn, op mijn bureau komt te staan. Ik weet het niet. En heel misschien dat ik deze ook dips. Maar het kan zijn dat er ook een aantal dingen hier op GNHQ blijven liggen voor de rest om van te genieten. En zoals altijd in de loot crates natuurlijk, krijg je een lekker boekje erbij. Met daarin wat informatie over de dingen die je hebt gekregen. En de informatie over dingen die nog gaan komen. Gewoon een comic. Dit zou ook zomaar eens een comic kunnen zijn van Dark Souls. En is het boekje ergens anders te bekennen? Oké, wacht, dit is gewoon een stuk karton. Het is wel letterlijk gewoon een Dark Souls comic. Ik dacht dat dit het boekje is met van... Hey jongens, dit zat er al in de krat van deze maand en volgende maand krijg je dit. Maar het is gewoon echt... Spoiler alert, dit is best wel een high-tech comic als je zo kijkt naar die prenten en zo. Dat is best wel nice gedaan. Ik denk, en het kan een beetje spoiler alert zijn, maar ik denk dat er iemand doodgaat in de Dark Souls comic. Misschien meerdere malen. Misschien oneindig lang. You never know. Wat wel natuurlijk altijd een ding is in de loot crate en vooral ook loot gaming crate, is de maandelijkse pin die je erbij krijgt. Die je vertelt welk thema het was en dat jij dat thema dus ook hebt ontvangen. En dit is, als ik het goed zie, ja, echt de battleground thema. Een beetje koperen vibe is het. Ik dacht even dat hier een Gears of War of een Locust logo op stond, maar nee, het is dus duidelijk gewoon een dode schedel. Beetje paradoxaal, zijn schedels niet eigenlijk altijd dood? Dat is eigenlijk best wel een ding. Ja, anyway, de pin krijg je er dus ook bij. En hier is dan... Oh my god, ik dacht dat het een boekje zou zijn. Het boekje zit er gewoon helemaal niet in deze keer. Ze zijn gewoon gegaan voor een enorme poster. Met dan aan de andere kant dus wel alsnog alle dingen die je erin hebt gekregen, dat je het zeker weet. Maar serieus, best wel vette drop. Krijg je er allemaal zo bij. En als altijd weer de doos in de stijl van het thema. En met Battlegrounds is natuurlijk niet heel gek dat er geweren in staan. Was niet geheel verrassend, maar toch altijd wel leuk dat ze ook die dozen altijd in het thema doen van het thema van die maand. En nogmaals jongens, vind je dit vet om te zien? Vind je unboxings gaaf om te zien? En ben je benieuwd wat er volgende maand allemaal in zit? We hebben al een nieuwtje online staan met van, hey, deze maand wordt het thema Rumble. En er zit iets van Overwatch in als ik het goed heb. En Sonic zit erin. En er zitten nog een aantal andere grote games in volgende maand. En die zou je dus nu al kunnen bestellen. En dan krijg je dat gewoon thuisgestuurd. Net als dit pakket. En eigenlijk maandelijks altijd zo. En het leuke is, en ik ga jullie er nog een keer op benadrukken, even laten zien. Gamersnet.nl/lootcrate. Lootcrate.com/gamersnet. Zijn allebei landing sites. Kom je automatisch op de website van Loot Gaming. Dus kun je kijken wat er volgende maand allemaal gebeurt. En wat er in de afgelopen maanden allemaal is gebeurd met Loot Gaming. En met de code Gamersnet, gewoon Gamersnet, volgens mij hoofdletters maken niet uit. Als je de code Gamersnet gebruikt op Loot Crate of Loot Gaming of where the fuck dan ook op Loot Crate, krijg je $3 korting op alle bestellingen die je doet. Dus het kan een abonnement zijn van een jaar, kan een abonnement zijn van één maandje maar. Het kan een aantal sokken zijn die ze daar te koop hebben. Het kan de fucking Hello Kitty krat zijn, wat ze zojuist hebben onthuld. Het kan allemaal. Dus jongens, Loot Gaming, wij behandelen elke maand in ieder geval Loot Gaming. Komt elke maand in je bus, allerlei shit met games. Loot Crate behandelen we ook nog wel eens, maar kijk daar even allemaal op via onze link. En mocht je het bestellen, gebruik onze link, want je krijgt serieus gewoon dikke korting. Hey, hoe nice is dat? En dit was het voor deze maand. En ik snatch, denk ik, deze kleine lancer. Ja, het is niet heel erg intimiderend tegen een lopende stekker.